Vier handige timmermannen maken zo'n 200 bouwpakketjes klaar. Allemaal met de hand gemaakt. Er zit zelfs een beschrijving bij, zodat kinderen kunnen zien hoe die in elkaar moet worden gezet. Nee, dat is voor kinderen makkelijk te doen met de vaders. Als de vader een beetje een mooie bouwtekening bij. Joop, die heeft een mooie bouwtekening gemaakt. Dus ze noemen hem al Joop Ikea. Ja, dan wordt hij wel een beetje geplaagd af en toe, maar dat hoort erbij. Vorig jaar mochten kinderen zelf sleuteldoosjes in elkaar zetten. En we vonden het heel leuk om dit jaar opnieuw een actie te doen. Ondanks de corona hebben we bedacht, we kunnen pakketjes voorbereiden. Het worden nu gereedschapkistjes, zeg maar. En kinderen kunnen die pakketjes komen ophalen op de zaterdag voor Vaderdag. Om ze thuis in elkaar te gaan timmeren. Alles is voorgeboord, spijkertjes worden erbij geleverd, werktekening. Ze kunnen zo met de vaders aan de slag. Een hele leuke actie voor de kinderen. Ik denk dat het op die manier weer heel leuk wordt. Een leuke activiteit. Ze kunnen het alleen niet hier timmeren. Omdat we zoveel kinderen tegelijk nu niet kunnen hebben. Maar voor thuis is het heel leuk. Dit jaar is het op zondag 21 juni, Vaderdag.